Je zal toch maar die wijsneus zijn, zeg, bij Albert Heijn. Ja, want die wijsneus, die heeft daar gezegd van, oh nee, maar die eisen van die mensen bij die distributiecentra, daar gaan we niet op in, hoor. Hey, die kunnen de kleren krijgen, laat ze maar lekker gaan staken. Ja, dat heeft die wijsneus, die heeft dat gezegd bij Albert Heijn. Oh, wat een blunder. Wat een enorme blunder. Maar wat ook voor een beleid. En een beetje medeleven. En een beetje empathie. En weet je, als het bij mij vroeger goed ging. Bij mij bij het programma. Ik had extra verdiend of wat dan ook. Dan liet ik al die mensen in de productie en iedereen die meedeed, die liet ik allemaal een beetje meesnuffelen. En dan niet omdat ik dan zo'n geweldige gozer ben. Nee, dat is toch normaal? Je werkt als een team. Ja, en dan moet je ook bij de anderen een beetje leuk dat zonnetje in het water laten schijnen. Ja, maar dat kunnen ze niet bij Albert Heijn, hoor. Nee, ben je gek? Daar zitten ze in de top. Hebben ze 20 miljoen vrienden, hebben ze zitten verdelen. 4 van die gasten, even onder elkaar. Hier, jij nog wat, jij ook nog wat. En hebben ze nog een of andere gozer die daar een beetje wijs zit te doen. Die hebben ze ook 6,5 miljoen gegeven. Oh, dat kan wel. Ja, en als je dan weet wat het salaris is van iemand die daar werkt, hè, in zo'n distributiecentrum. Die verdient dan 19 of 1800 euro. Dat is het dan. Dan moet hij daar helemaal van leven. Hé, hey, moet je huur van betalen, moet je auto's van rijden, moet je van eten, moet je van dit, van vakanties. Van 1900 euro. Vrienden. En dan vragen die mensen er maar 10% bij en dat doe je dan niet. Oh, wat ben je dan voor een bedrijf? Dat deugt dan toch niet? Dus wat zien we nu? Ja, die gasten blijven lekker vrolijk staken. De winkeltjes raakten opgewekt leeg. En toen dachten ze bij Albert Heijn, oh, we moeten misschien toch maar iets gaan doen. Misschien gaat het toch iets te veel geld kosten. Ja, het gaat iets te veel geld kosten, ja. Dus, maar intussen zijn die mensen dus, die al vroeger altijd keurig naar Albert Heijn gingen, ja, die gaan dus gewoon even niet meer. Nee, lekker handig, want die gaan gewoon ergens anders naartoe. Ja, dat is hem. Die gaan gewoon lekker naar de Aldi, naar Lidl. En die gaan naar Hoogvliet en Dirk van den Broek. En Jumbo en weet ik veel allemaal. Daar gaan ze met de co-op, daar gaan ze allemaal heen. Ja. Hé, hey, Albert Heijn. Lekker slim. Goed gedaan. Hé, hey, zie ze maar terug te krijgen, die klanten.